De Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ, ademt een zucht van verlichting uit nu het Openbaar Ministerie, OM, heeft aangekondigd de regels omtrent het afluisteren van verdachten in aanwezigheid van journalisten aan te passen. Volgens NVJ-voorzitter Folkert Jensma brengt deze beleidswijziging die op 1 mei van kracht wordt een welkome opluchting met zich mee. Jensma benadrukt de tevredenheid van de NVJ over de strengere regelgeving die het OM wil implementeren, met name wanneer het afluisteren van verdachten resulteert in het opnemen en gebruiken van de stemmen van journalisten als bewijsmateriaal in strafdossiers. Het OM heeft aangekondigd dat voortaan een rechter-commissaris voorafgaande toestemming moet verlenen voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie indien daarbij ook een journalist betrokken is. De aanleiding voor deze aanpassing ligt in een incident tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie met betrekking tot een omstreden mondkapjesdeal. Het OM had een gesprek tussen journalisten van de correspondent en Sywert van Lienden en zijn zakenpartners afgeluisterd, waarbij de officieren van het functioneel parket besloten hadden dat het afluisteren kon doorgaan, omdat het gericht was op de verdachte en niet op de journalisten. In de nieuwe regels is onder meer vastgelegd dat een rechter-commissaris in een dergelijk geval op de hoogte moet worden gebracht, waarna een onderzoeksrechter zal toetsen of het afluisteren al dan niet kan doorgaan. De NVJ benadrukt dat er in het geval van de correspondent controle ontbrak door de rechter-commissaris, betrokkenheid van de hoofdofficier en het college van procureurs-generaal. Gelukkig voorzien de nieuwe regels hier wel in wat essentiële extra waarborgen biedt. Het meeluisteren met journalisten, zelfs als het om bijvangst gaat, moet voor politie en OM als een rode vlag worden beschouwd, niet toelaatbaar, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen. De NVJ hoopt dat deze nieuwe regels niet slechts op papier blijven staan, maar daadwerkelijk worden toegepast in de opsporingspraktijk.